was hem. Het was een mooie dag vandaag en een belangrijke dag. Want wat hebben we hard mensen nodig? 60.000 vacatures in de bouw en de techniek. En de vraag is natuurlijk, hoe gaan we die opvullen? Daar hebben we vandaag de hele dag over gesproken. En dat is belangrijk, want zonder die mensen, als we die niet hebben, dan staat gewoon eigenlijk alles stil. De bouw staat stil, techniek staat stil, innovatie staat stil. Dus mensen zoeken we. Maar gelukkig zijn er allemaal plannen voor die vandaag allemaal voorbij zijn gekomen om een eind te maken aan dat gigantisch arbeidsmarkttekort. En gewoon, al is het met robotisering of op andere manieren, goed de toekomst in te gaan. En dat hebben we ontzettend veel geleerd vandaag. Bijvoorbeeld in het panelgesprek over hoe we het samen moeten doen. Bedrijfsleven en onderwijs samen openstaan voor elkaar. En alleen dan gaan we de beste oplossingen vinden. Het is meer, het is bijna een open deur. Maar laten we nou alsjeblieft gewoon gaan doen. Dus hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld door docenten aan te stellen die met hun ene been in het bedrijfsleven staan en met hun andere in het onderwijs. Hybride docenten. Perfecte manier om dat probleem op te lossen. Het is gewoon heel erg interessant om met elkaar erover te hebben, stellingen te beantwoorden en te zien dat ook nog niet iedereen op één lijn ligt, maar dat er wel gewoon met elkaar over gesproken wordt. Er was een mooie workshop over dienend leiderschap is niet voor watjes, want ja, hoe ga je als leider om met die hele nieuwe wereld? Anke van Luit heeft ons daarover verteld. Eén probleem waar iedereen mee worstelt is, je hebt de dagelijkse gang van zaken, de urgentie, dit moet nu gebeuren. En ondertussen moet je alsmaar je oog houden op hoe je mensen gaat onderwijzen, hoe je mensen bij gaat scholen. Die leercultuur die moet echt verankerd worden in je dagelijkse bedrijfsvoering en eigenlijk gewoon in je bedrijfscultuur. Ik heb wel geleerd dat het nieuwe onderwijs complex is en dat er eigenlijk ook niet één systeempje is om de nieuwe medewerkers te scholen. Emily Regeling heeft een workshop gegeven over, zoals zij het noemt, een cirkeltje bouwen in een vierkante omgeving. Ontzettend moeilijk, maar zij hebben een 100% duurzaam bedrijfspand neergezet en de lessen die je daaruit kunt trekken, super interessant om naar te luisteren. We hebben te weinig mensen en helaas blijft dat ook zo als je naar de demografie kijkt. Dus wat hebben we nodig? Robots, digitalisering. Die kunnen ons ook ontzettend helpen om productief te blijven in de toekomst. We hebben geleerd dat je samen moet werken, dat je het echt moet gaan doen. En deze mooie regio doet het ook al echt. Dus dat is mooi. Wij zijn het voorbeeld van Nederland. Dus wij gaan lekker door met samenwerken en het echt doen. Dus super bedankt dat jullie er allemaal waren. Erg leuk. En we gaan dit in de toekomst nog veel vaker doen. Want de toekomst is vlakbij, maar we gaan hem samen op een hele mooie manier invullen.